Goedenavond allemaal, welkom bij de derde trekking alweer van de win-win-win actie. Zoals jullie kunnen zien hebben we een extra doosje mogen bijplaatsen met enveloppen. Dus dat wil toch zeggen dat er weer extra gewinkeld hier is afgelopen week. Dat is een goede zaak, hè? Vital, we mogen ook iets meer uitdelen dan vorige week alweer. We mogen 80 euro meenemen van vorige week. Dus we starten vandaag met 1080 euro. Ik zal al overgaan naar de trekking van de eerste winnaar. Dit gaat voor de familie Hougeverstraeten zijn van Kinrooy. Ze nomineren Ferm. Het totale bedrag van deze envelop is 176,75 euro. En daarmee verdienen zij 100 euro aan win-win-winbonnen. Oké, de tweede winnaar voor vandaag. Dat is Mirjam Kesters. Mirjam Kesters uit Kinrooy. Zij nomineert Sint-Martinus-koor van Kinrooy. Zij heeft voor 42,80 euro gewinkeld hier de afgelopen week. Ze heeft daar een verloop in de bakkerij Martens. En Mirjam krijgt dus 4 win-win-bonnen van 10 euro. Peter, ik denk dat Mirjam ergens een geluksvogel knepen, want het was er vorige week ontbijt. Serieus? Ja. Ik ga over met de derde trekking. Dat is Annick Geerkens. Zij nomineert Tennisclub Op de Waal van Mona Beersel. Heeft gewinkeld hier voor een bedrag van 137,80 euro. En zo gaat weer 100 euro aan win-win-winbonnen naar zowel Annick als de tennisclub. Oké. Dan hebben we nog 840 euro te verdelen. En de volgende winnares is Lydia van Geloven. Lydia van Geloven uit Kinrooy. En zij nomineert de aerobicclub van Molle Beersel. Zij heeft voor 32,80 euro gewinkeld. En ze heeft aan enveloppen ingediend bij Oké Kinrooy. Zij krijgt dus 3 win-win-bonnen van 10 euro. Ja, dan gaat de vijfde winnaar of winnares deze doos komen. Is mevrouw Annie van Helzen. Ze heeft de Dino genomineerd als vereniging. Heeft gewinkeld voor 100,05 euro. En daarmee gaat ook weer het hoogste bedrag van 100 euro aan win-win-winbonnen. De zesde winnaar is Ellie Kin. Ellie Kin uit Molle Beersel. Zij nomineert Meisjesgiro Turpke. En zij heeft voor 16,31 euro gewinkeld. En krijgt dus 2 win-win-bonnen van 10 euro. Zo is er nog 690 euro te verdelen. Dan gaan we over tot de trekking van de zevende winnaar. Is Jean Groens. Jean heeft theatervereniging Popcorn genomineerd. En Joy heeft gewinkeld in de gemeente voor 45,06 euro. En wint daarmee 5 win-win-winbonnen. Dan zijn we al toegekomen aan de achtste winnaar voor vandaag. Hier staat helaas geen vereniging op genomineerd. En kan dus helaas ook niet meedoen. De ervoor moet volledig ingevuld zijn, Vital. Dus, ja, dan ga ik ook naar de trekking van de achtste winnaar. Hè. Hopelijk heeft deze meneer of mevrouw meer geluk. En is hier wel alles op ingevuld. En dat is ook zo. Dat is Pascal Goossens. Pascal Goossens komt uit de gemeente Tongerlo. Heeft de Blaaskapel genomineerd. En heeft voor 20,90 euro gewinkeld in de gemeente. Waardoor zij 20 euro aan win-win-winbonnen zal ontvangen. Oké. De negende winnaar dan van vandaag, met nog 620 euro te verdelen, dat is nog heel wat voor vandaag. Dat is Wendy Panis uit Molle Beersel. Zij nomineert de Zwijtsexkes. En zij heeft voor 88,67 euro gewinkeld hier. Ze heeft die envelop ingediend bij apotheek Benders. En zij krijgt dus 9 win-win-bonnen. En de Zwijtsexkes krijgen dus ook hetzelfde bedrag gestort. Ja, dan gaan we over tot de trekking van de tiende winnaar of winnares. En dat is Marina Henkens uit Kinrooy. Marina heeft Ready to Move ingevuld als deelnemende vereniging. Heeft 72,12 euro gewinkeld in de gemeente. En ontvangt daarmee 7 win-win-winbonnen. Dan gaan we al naar de 11e winnaar voor vandaag. 460 euro te verdelen. En dat is Vital Henkes. Vital Henkes uit Ophoven nomineert de Erfgenamen, de carnavalsvereniging de Erfgenamen van Keijsing. Hij heeft voor
294,40 euro gewinkeld en ontvangt dus het maximale bedrag van 10 nieuwe winbonnen, dus 100 euro. En heeft zijn envelop ingediend bij Spar Gijsdien. Gaan we over tot de trekking van de 12e winnaar of winnares. Het zal de familie Meuleman. De familie Meuleman woont in Kinrooi. Ze heeft de fanfare Kinrooi genomineerd. Hebben gewinkeld voor een bedrag van 104,15 euro. En nemen daarmee ook de volle buit van 10 win-win-win bonnen mee naar huis. Zo slinkt het snel. We gaan naar de 13e winnaar voor vandaag. Met nog 260 euro te verdelen. En dat is Leen Raamakers. Leen Raamakers nomineert GoFok, de volleybalvereniging. Zij heeft er 95 euro gewinkeld hier en ontvangt dus ook de maximale bedrag van 100 euro of 10 euro in binnen. Ja. Winnaar nummertje 14 met nog een bedrag van 160 euro. Ja, deze doorstromen is meneer of mevrouw Dorien de Wit. En Dorien heeft FC Maasland Noord-Oost genomineerd. Heeft in onze gemeente een mooi bedrag gewinkeld voor 102,85 euro. Daarmee neemt ze ook weer de volle buit van 100 euro aan min-min-bonnen mee. Oké, we nemen dus 1060 euro mee naar volgende week. Om te dan kunnen verdelen over winkelhielders en lokale verenigingen. Vital. Ja, en volgende week is wel belangrijk om te weten. We starten dan eigenlijk de trekking op dinsdagavond, omwille van het Allerheilige Weekend, Allerheilige Avondzielen. Dus ik zou zeggen, we hebben nog wat lege dozen staan om hier bij te zetten. We kunnen de tafel nog wat groter maken als het moet zijn. Dus gaan we weer volle bak winkelieren. En vul u en volg er ook zeker volledig in, zodat u ook in de prijzen kan vallen als u het goed hoort. Ja. Tot volgende week, zou ik zeggen. Graag tot volgende week.